Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ben heel vroeg wakker geworden, want ik moest nog editen. Zodat mijn vlog vandaag nog even op tijd online komt. Want ik ga vandaag eens naar Twente. Super warm weer, ik ga gewoon lekker van mijn dag genieten. Ik wil de hele dag lekker thuis zitten en PlayStationen, dus dat gaat dit doen vandaag. En ik heb vanochtend, toen ik wakker werd, gelijk even het nieuws opgezocht. En even gekeken naar wat de toestand nu is in Beirut. En inmiddels zijn de doden van 10 gestegen naar 100. Dus... ja, heftig maar allemaal. Je hebt dus zo'n pagina op Instagram. En die heet, even kijken, Locate Victims Beirut. En ik heb er even op gekeken. En daar staan dus alle mensen op die nog vermist zijn. Hij zag dus op die pagina, dus ook allemaal jonge vrouwen van mijn leeftijd. En nog jongen zelfs. Die op zoek waren naar hun verloofden. Die net verloofd waren of net getrouwd waren. En dat vond ik echt heel erg heftig. Heel veel jonge mannen die vermist zijn. Zijn dus mannen die bij de brandweer werken. En die dus naartoe zijn gegaan voor de harde knal. Dus ja, wel heftig. Oké, jongens, ik ga douchen. Zo, ik ben alweer ready. Het is echt heel lekker weer. Maar er is ook een heel lekker windje, gelukkig. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb een topje aan van de Zara. En een rokje van de Zara. Die heb ik allebei eigenlijk gescoord bij de sale. Hieronder heb ik deze sandaaltjes aan. Deze zijn van de Mango. Oh, ze zitten een beetje verkeerd. Dit is een beetje mijn look. Zo zie je het beter. Ik kon net iemand naar binnen, maar ik heb hier dus echt zo'n... Ik kan deze niet afmaken, maar ik heb hier dus zo'n heel goede string onder van Hunkemuller. Misschien een beetje te veel informatie, maar die zie je gewoon nooit door je rokken en broeken heen. Ook al zijn ze heel erg licht, dus ik raad die echt aan. Als je naar de Hunkemuller gaat en je zoekt die, zoek dan even op katoenen slipjes en dan huidskleur. Ik moet nu dus anderhalf uur rijden naar Twente, maar ik heb er echt zoveel zin in. Ik doe het echt altijd met plezier. Het boeit me echt dat ik zo lang moet rijden daarheen. Ik vind het gewoon heel erg leuk om die kant op te gaan. En mensen die daar wonen denken nu waarschijnlijk, what the fuck. Maar oké. Okay. Altijd voor de lange afstanden neem ik Nesim's auto mee, want die is gewoon veel zuiniger. Hij heeft diesel en ik heb benzine, dus het is gewoon veel handiger. Ik vind deze lipkleur trouwens echt zo mooi. Dit is dus van Kylie en dat is de kleur Angel. Ik heb het echt bijna nooit opgehad, maar ik heb het één keer op. Vooral nu met de zomer en zo vind ik het echt een heel mooi kleurtje. Nou guys, drie keer raden waar ik nu ben. Als jullie me heel goed kennen, zouden jullie nu moeten weten waar ik nu ben. Oh mijn god guys, ik baal echt dood gewoon. Ik ben mijn pinpas vergeten. Echt, ik stond in de rij bij de Starbucks en ik ben gewoon mijn fucking pinpas vergeten. Ik moet nu weer terugrijden. Het gaat me weer bijna een uur schelen omdat ik half uur heen en terug moet. Fuck mijn fucking leven. Poging nummer 2, jongens. Starbucks. Gelukkig zijn ze me even naar beneden gelopen om mijn sleutel te geven. Of mijn pinpas te geven. Guys, ik kan weer rustig ademen. Ik heb eindelijk mijn amandelmelk cappuccino. En nu ga ik gewoon lekker rijden. Aan één stuk door. Ik ga even niet meer stoppen. Normaal gesproken stop ik gewoon twee keer op zonderweg. Vandaag even niet hoor. Doorrijden. Ik ben aangekomen in Rijssen. Daar haal ik even mijn vriendin op. Komt er nu aan. Oh, lekker zomers gekleed. Lekker hoor. En we gaan even lekker bij een terrasje zitten aan het water. Hi. Hi. Lekker weertje. Oké. Nee! Weet je wel waar ik ongeveer heen moet rijden? Dalfsen moeten we heen? Ja. Dus bij Zwolle daar dichtbij, dacht ik. En welke kant moet ik hierop dan? Meer rechts, denk je? Ja. Zo, wij wouden dus eerst naar Dalfsen gaan. Maar dat bleek nog best wel ver te rijden zijn. Iets van 40 minuten. En ik had al zoveel gereden. Ik dacht, nee, ik heb daar echt geen zin meer in. Dus we zijn nu... Waar is het eigenlijk? In Nijverdal of in Rijssen? Nijverdal. En we gaan hier lekker op een terrasje zitten buiten. Ik was dus mijn zonnebrandcrème vergeten.
En ze heeft dit gewoon voor me mee. Dus ik ga mezelf gewoon hier op het terras insmeren. Kijk, ik heb één keer de afdruk op mijn voeten van mijn sandalen. Je ziet echt dat ik nog heel gevocht was. Ik vind mijn bestelling echt heel raar. Ik heb champignons besteld met Pepsi Max. Ik had er gewoon echt heel veel zin in. En zij heeft een falafel salade. Ziet er echt goed uit. Ik stel het echt nooit, maar op het terras vind ik het echt zo lekker, ijsthee. Oh, dat mag wel in midden of zo, ja. Een saladebeef. Dankjewel. Eet smakelijk. Tweede bestelling, jongens. Ik heb een salade met biefstuk. Oh mijn god, echt groot. En zij heeft een witte garnituur besteld. Lekker hoor. Guys, het is weer zover. Fuck my life. Oké, okay guys, ik ga proberen om mijn rok te wassen. Oké, één keer. Dit is echt gewoon mijn leven altijd. We zijn nu even in Ommen, want hier heb je echt heel leuke terrasjes en zit je aan het water en zo. Alleen heb ik dus geen blauwe kaart. Je kan hier dus niet parkeren zonder een blauwe kaart. Dus is mijn vriendin even naar de Action gegaan om zo'n blauwe kaart te halen. Dan kunnen we hier alsnog parkeren en een leuk plekje even uitzoeken. Maar ik sta nu echt heel erg illegaal. Ik hoop dat ze echt snel eraan komen, dan kan ik hier wegrijden. Geen zin in de boete. Maar ik kan dus nergens parkeren zonder een blauwe kaart. Dus. Nou jongens, terras nummer 3, reizen. We gaan hier even lekker een koffietje doen. Lekker een cappuccinootje jongens. Oh god, net thuis aangekomen. Het was één gekke lange reis. Ik heb heel veel zin om te gaan douchen. Echt, ik heb lekker in de zon gelegen. Was heerlijk. Maar ik ga douchen. Ik heb ook echt pijn aan mijn reet door het zitten de hele dag. En het rijden gewoon. Kan niet meer. Het liefst zou ik nu willen wandelen met Nessie. Maar ik weet natuurlijk niet hoe die zich nu voelt. Hij is zo blij met deze stoel. Maar volgens mij gaat deze het niet overleven in huis. Jullie zijn de hele dag hier op deze bank. En dan ga ik zitten en dan slaat ze haar staart op mijn hoofd in de tas. Nou jongens, ik ben weer thuis. Nessie is blij dat ik er ben. Ik ben heel blij. Nessie had me alleen vandaag wel beloofd om de dozen hierachter, zien jullie dit? op te ruimen. Maar ik kon niet vandaag, want ik kreeg vandaag, elke keer als ik opstond, heb ik heel veel hoofdpijn gehad. En zag ik zwart. Dus als ik te veel met die doos met mijn hoofd op lezen zou gaan en zou werken, dan word ik duizelig. Ja. Dus ik moet eventjes rustig aan doen. Geloven we Nessim, ja of nee? Wallah, ik lieg niet. Yes or no? Yes, yes, everybody believe. Oh, ik ben echt moe van het rijden. Ik ga echt even lekker douchen. Ik heb lekkere snacks gehad voor ons, hè? Ja, hij heeft allemaal lekkere snacks gehaald voor ons. Ik weet niet of ik dat ga eten hoor, want ik ga wel een lekkere colaatje drinken, maar ik ga niet de snacks eten. Zal ik de airco uitdoen? Oh, trouwens, die massage echt lekker. Massage is lekker? Oh, yes. Oh, Dinari. Ik wil echt een massage vandaag inboeken, maar ik was veel te laat. Ah! Oei. Zo, ik heb net gedoucht. Ik heb even mijn lichaam gespoeld. Het was echt zo lekker. Ik voel me echt gewoon helemaal een nieuw persoon. Als je afvraagt wat daar voor gele briefje boven is, is een kanttekening voor Nessie. Jullie weten, ik werk met gele briefjes, dus ik weet niet of het nou werkt of niet. Sommige dingen gebeuren wel en sommige dingen echt totaal niet. Trouwens, ik wou wandelen met Nessie, maar dat gaat denk ik niet meer gebeuren. Want hij wordt heel snel duizelig als hij opstaat en zo. En sinds de operatie van Nessie doe ik dus ook echt alles alleen thuis. En hij voelde zich dus gisteren een beetje beter. Toen zei hij van, ik ga even die dozen doen. Maar dat is dus niet gelukt. Dus ik denk dat ik dat even morgen zelf allemaal moet gaan doen. Ik kan trouwens heel goed voorstellen dat je naar mijn vlogs kijkt. Dat je denkt van deze meid heb altijd hetzelfde nachtjurk aan. Maar ik heb hier dus twee van. Ik ga op Turkije.
En ik heb ze al 2 keer gewassen sinds ik van Turkije terug ben gekomen. Ik vind ze echt zo erg chill. En ik denk dat ik ze echt wat meer katoenen nachtjurkjes ga halen. Want ik heb ze wel, maar een beetje kanten en zo. Maar katoen is echt, echt een aanrader, guys. Trouwens, een pakketje ontvangen van Nars. En deze wacht al heel lang op me. Ik was dus op vakantie. Ik heb de producten dus wel voorbij zien komen bij mensen. Maar ik ben echt happy dat ik ze zelf heb gekregen. Want ik keek ernaar en toen dacht ik, oh mijn god, ik wil ze ook. Maar het is zeg maar de lijn voor Orgasm. Ik weet niet of jullie de blush kennen van Nars Orgasm. Maar je hebt hier echt letterlijk alles van. En dit is het palet. Ik vind hem echt super mooi. Oh my god, echt een beetje... peachy is die. Oh, dit is echt irritant. Ik moet even mee oppassen. Maar het is een beetje peachy. Dit is het oogschaduwpalet. En ik denk dat jullie het niet zo goed kunnen zien. Dus ik ga er even op shinen. Maar kijk één keer hoe mooi. Oh, wauw. En dit is de tweede. Hoe lang duurt die gamma van de eerste? Hoe lang duurt het? Een half uur? Kijk, dit is de tweede. Dat was de eerste. Zo mooi dit. Oh mijn god. Hij is meer een beetje oranje-rood bij mij. Een beetje meer... deze kleuren. En dat vind ik juist zo mooi. Kijk, ik denk dat jullie de kleur zo iets beter zien. Kijk hoe mooi allemaal. Echt prachtig. Luister, ik ga even met deze kleuren spelen hoor. Ik wil echt even heel graag die lipkleur uitproberen. Op mijn lippen nu. Ik zie er niet uit. Maar goed, ik vind hem echt zo mooi. Oil infused lip time. Lip. Ik moet niet kijken naar hoe ik helemaal bezweet eruit zie, maar... kijk hoe mooi. Zo heel erg mooi natural. Oh, heel happy hiermee. Echt een heel mooi kleurtje. En vooral nu voor de zomer. Even van deze kant zonder die felle licht. Nog natuurlijker. Ik ga jullie even laten zien wat deze man voor snacks heeft gehaald. Zogenaamd voor ons vandaag. Maar ik ga echt niet eten. Als eerst een cola cherry en een cola zero. Dat vind ik perfect. Zodat hij nog aardbeien van mij had gehaald. Ik heb er altijd heel veel zin in. Dus hij haalt het altijd van mij. Hij heeft M&M's gehaald. En daar is hij al mee bezig. Oh, hij is al bijna op. Oha. En hij heeft deze chips gehaald van Lay's. Met barbecue smaak. Deze is echt... echt, echt één van mijn favorieten. Zo, en nu even tijd om mijn gezicht te reinigen. Ik heb mijn lippen net wel gedaan, maar ik wil het echt weer eraf, heel snel. Ik kan daar echt niet tegen. Ik kan daar echt niet tegen als ik in de avond gewoon thuis zit. Dat ik helemaal make-up op heb. Bedankt. Heel lief. Oké, wij gaan lekker naar bed. We hebben morgen voor vroeg een afspraak, dus we moeten lekker vroeg naar bed. Dus ik zie jullie morgen weer. Doei doei.